Nou, er was toch wel één mevrouw die zei, had Maarten niet iets kunnen doen, had hij niet koffie kunnen zetten of had hij niet eventjes de wc kunnen poetsen? Helemaal niet. Helemaal niet. Want ik had al die condities, had ik ruim van tevoren gesteld aan de makers van het programma. Ik dacht, ja, ik wil wel komen, maar onder twee voorwaarden. A, ik steek geen poot uit. Ik ben 77, om nou gaan ze dan afwassen in een afbraakboerderijtje, daar had ik nog helemaal geen zin in. En B, dat ik helemaal geen zin had om daar te blijven slapen natuurlijk. Ander bed, raar kamertje, je kent. Je weet niet waar je tanden moet poetsen, dus nee, dat zag ik helemaal niet zitten. Het Verlossum, kunt u mij horen? We moeten nu met de auto beginnen. Ja. De auto die natuurlijk in allerlei opzichten onze samenleving totaal veranderd heeft. Want dat had ze natuurlijk in het begin helemaal niet in het snotje toen er, laten we zeggen, in heel Europa een paar auto's waren. Ja, dan kon je nog wel constateren dat het wegennet bijzonder slecht was en onbruikbaar voor iets wat harder reed dan 15 km per uur. Maar dat natuurlijk de auto, wanneer die massaal gebruikt wordt, een totaal nieuw infrastructuur noodzakelijk maakt. Waar we in feite nog steeds aan timmeren. Het klassieke voorbeeld in Nederland is Oude Rijn. Dat was eerst was dat een rond plein met stop en toen kwamen er stoplichten en toen kwam er een eenvoudig kruispunt met ongelijkvloers kruispunt en toen een iets ingewikkelder en toen kwamen er geloof ik turbinesystemen en nou ja, in feite moest de Oude Rijn elke 10 jaar aangepast worden aan de groei van het Nederlandse autopark. Symbolisch staat dat natuurlijk voor het feit dat een auto eigenlijk alleen maar een beetje bruikbaar is als je een heel net van vierbaanswegen aanlegt. Maar goed, dat is een beetje op de zaken vooruitlopen. Misschien moet ik ook nog constateren dat de auto natuurlijk een van de grote moordenaars van deze wereld is. Ik geloof dat er per jaar op de weg, inclusief Afrika, leuk te weten voor die meneer van Afrika, iets van 2,5 miljoen doden op de weg vallen. In Nederland ruim 600. Dat is natuurlijk, ja, op de weg is hier een breed begrip, maar in het verkeer vallen in Nederland ruim 600 doden per jaar. En zo is dat enorm gedaald vergeleken met het topjaar. In het topjaar waren dat er 3000 of zoiets dergelijks. En dat is niet meer zo. Daar zie je aan hoe belangrijk het is om verkeersstromen te scheiden en de boel beter te organiseren, maximumsnelheden in te voeren enzovoort. Kortom, onze vrijheden op dit punt te beperken. Ook aan de heer Engel wil ik deze mededeling doen. Wil je een beetje een normaal functionerende samenleving hebben, dan zul je vele vrijheden moeten beperken. Meneer Engel, misschien kunt u daar eens een keertje over na gaan denken. Dat geldt trouwens niet alleen voor Engel, maar voor een hele grote groep van Nederlanders. Goed, dank u wel. Dan gaan we nu terug naar de geschiedenis van de auto. Want de vraag is natuurlijk, waar moet je godsnaam de geschiedenis van de auto beginnen? Is dat, moet je die beginnen op het moment dat een voertuig geconstrueerd is wat zichzelf kan voortbewegen? Nou, dan moet je al terug naar de late 18e eeuw. Daar heeft de meneer Cugnot, een Fransman, C-U-G-N-O-T, kijkt u het even naar de Wikipedia, die heeft een stoomwagen geconstrueerd. En nou ja, dat ding, dat werkte. En het reed, ja, moeizaam en zo, maar het reed. Ik geloof zelfs dat de stoomwagen van Cugnot de eerste is die een auto-ongeluk veroorzaakt heeft, want hij is tegen een muur gereden, in mijn vage herinnering. En je hebt nog een ander stoomwagentje ook, dat is ook, denk precies 1800. Die heette de Puffing Devil. Nou, die begrijpt, dat is ook een stoommachine natuurlijk. Ze hebben in Engeland een replica van de Puffing Devil gebouwd. En nou, het puft inderdaad en het schudt en het rommelt en zo. Maar het rijdt, dus je zou kunnen zeggen dat zijn, maar zijn dat auto's? Het woord auto impliceert natuurlijk al dat het een voertuig is wat zichzelf beweegt. Wat dus niet door een paard wordt getrokken of door mensen wordt geduwd. Maar nee, het is een ding wat zichzelf beweegt. En daarom is er een soort willekeurig moment uitgevonden waarop de auto uitgevonden is. En dat willekeurige moment, ik krijg het verbazend warm. Nou, doet hij het niet. Nee, dit is dus raar in deze auto, dat ik moet steeds dat ding weer. Waar is dat? Dat je die sleutel moet in het contact. Ja, je zou toch zeggen dat die Duitsers dat die daar niet beter over nagedacht zouden moeten hebben. Nee. Ja, daar gaan we. Is het droog? Oh ja, zo. Beetje wel, ja. Oké. Okay. Ja, dus nu is er een willekeurig moment bepaald. Je hoeft zelfs maar een paar seconden van de radio te horen, dan denk je al,
Grote God, dan ben ik blij dat ik daar niet de hele dag naar hoef te luisteren. Maar goed, daarom is er een min of meer willekeurig moment gekozen. Kijk, de uitvinding van de auto is een klassiek probleem dat ik nou weer een Engelse term moet gebruiken. Dat spijt me. Dat was een uitvinding waiting to happen. Als het niet uitgevonden zou zijn door Carl Benz, dat is namelijk de officieel benoemde uitvinder van de auto, dan zou het ongetwijfeld door iemand anders 2 jaar later of 2 jaar eerder, of nou ja, zou het uitgevonden zijn. Het was een ding waiting to happen. En zodoende is de zogenaamde patentmotorwagen van Carl Benz, die dateert van 1886, dat wordt algemeen, dat is de afspraak beschouwd als dit. Dus niet dat ding van Cugnot en niet de Puffing Devil. Dit ding wordt beschouwd als de eerste auto. Zoek het even op voor een plaatje. Ik kan het natuurlijk beschrijven. Het is een onooglijk driewielertje. Anders kan ik het niet beschrijven. Er zit ook niet een rond stuur op. Maar wordt met een soort van werphengel wordt die bestuurd, zou ik maar zeggen. En daar zit Carl Benz met een collega. Die zit erop. Het is als het ware een klein rijtuigje wat beroofd is van een van de voorwielen. En het wordt voortbewogen door een 1-cilinder benzinemotor. Ja, het woord benzine is hier wat ongelukkig, maar in ieder geval verbrandingsmotor, laat ik het zo zeggen. Een 1-cilinder die produceert 1 pk uit 1 liter verplaatste inhoud. Dus dat was eigenlijk een forse 1 liter, forse 1-cilinder motor. Maar het is een prachtig motortje. Het ziet er lekker uit. Het is echt een, ik durf het nou eens te zeggen, Duits motortje. Het is met liefde in elkaar geknutseld. Want zowel Carl Benz als collega's van hem, die in Duitsland ook aan het werk zijn op dit terrein, dat waren geen primitieve knutselaars. Het waren lui die wisten wat ze deden, die ook wel iets begrepen van de, laat maar zeggen, mechaniek van een verbrandingsmotor enzovoort. En ja, die patentmotorwagen die reed heel behoorlijk. Waarom zei ik, ja, geen benzine? Hij reed op wasbenzine. En waar werd er wasbenzine verkocht in die jaren? Natuurlijk niet aan pompen waar je wasbenzine uit kon krijgen. Nee, die werd verkocht bij apotheken. Dus apotheken waren eigenlijk de eerste tankstations. Wat gek genoeg, het is een beetje een raar verhaal. De eerste persoon die ooit een lange rit met een auto heeft gemaakt, namelijk met die patentmotorwagen van Carl Benz, was zijn vrouw. Die heeft 100 kilometer gereden met dat ding. Ik geloof zelfs met de beide zoons, als ik het me goed herinner. En ja, waar gingen ze tanken? Bij de apotheek. Dan moesten ze weer nieuwe wasbenzine. Daar zit kennelijk, hè, is dat een vrij hoog energetische vloeistof, wasbenzine. Dat is ook wel zo, geloof ik. Hè? Waar wordt tegenwoordig eigenlijk wasbenzine voor gebruikt? Ik had een modeltreintjesbaan. Dan moest je het spoor met wasbenzine schoonmaken, want daar reed dat dingetje op. Ja, daar moet je geen lucifers bij houden natuurlijk. Nee, moest je niet doen. Dat is zo'n typische geur. Ja, dan wordt het als ontvetter gebruikt. Hè. Oppervlaktes worden natuurlijk vaak vet en dan is de geleiding waarschijnlijk minder. En dan moet je wasbenzine gebruiken. Maar goed, dus mevrouw Benz, die maakte 100 kilometer, heeft ze ermee gereden. Toen, eigenlijk had hij ook die motorwagen, had al een differentieel. En hij had, ik geloof, ook een versnellingsbak, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Alle onderdelen zaten er al aan, maar ook de problemen van de automobiel. Namelijk de remmen, want al heel snel waren de remvoeringen die ze had, die raakten versleten. En toen heeft ze door een of andere figuur onderweg, heeft ze de stukken leer op de remvoering laten zetten. Dat bleek, althans voor dit toestel, bleek dat vrij redelijk te werken. Ja, dus en nou goed, dat dit ding werkte, dit is de uitvinding van de auto, 1886. En wat je eigenlijk bovenal opvalt is het enorme tempo waarin vervolgens de technologie van het zichzelf bewegende voertuig zich ontwikkeld heeft. Carl Benz is gedurende kort, hij presenteert overigens dit ding wat ondertussen 2 pk onleverde op de wereldtentoonstelling van 1889. De hele fameuze wereldtentoonstelling, ook de wereldtentoonstelling in Parijs, waarbij de Eiffeltoren is gebouwd en je begrijpt waarom. Dat is precies 100 jaar na de Franse Revolutie. Dat is op zichzelf al heel interessant, dat toen de Franse Revolutie spectaculair en kapitaal herdacht werd. En dat weer 100 jaar verder, dus 1989, zaten we er eigenlijk een beetje mee. De Franse Revolutie had
had iets van zijn luister verloren op een of andere manier. Het sloeg niet meer aan zoals het in 1889 nog had aangeslagen. Ik denk eigenlijk in het jaar 2089, wanneer het dus ondertussen 300 jaar geleden is, de Franse Revolutie, dat mensen elkaar zullen aankijken. Franse Revolutie, is er ooit een Franse Revolutie geweest? Hoe zat dat dan precies? En wie weet wat voor systemen we dan hebben. Maar in allerlei opzichten natuurlijk was de Franse Revolutie de grondslag van de moderne organisatie, van de moderne politiek. Maar nu naar Carl Benz. Gedurende aan, hij heeft een heleboel van die motorwagens gebouwd, er al 500 of zo. En gedurende enige tijd had hij daarmee de grootste autoproductie ter wereld. Maar ja, het waren er nog geen 600, dus je moet dat ook niet, de betekenis ook niet overschatten. Kijken we naar de technische kant van de zaak, dan moet je zeggen dat Europa eigenlijk zich sneller ontwikkelde en interessantere oplossingen bood dan de Amerikanen. Maar we switchen nu toch naar de Amerikaanse kant van dit probleem. Amerikaanse auto's zijn in het algemeen altijd wat betrekkelijk simpel in elkaar gezet. Maar een auto hoeft niet per se heel erg ingewikkeld te zijn. We zijn weer terug bij het bekende Tiger-probleem. Dat veel Duitse auto's zijn prachtig in elkaar gezet. Die engineering is echt top. Maar dat betekent helemaal niet dat het per se een goede en slijtvaste auto is. In Amerika zijn alle mogelijke autoproducenten, die zijn in de loop der jaren allemaal verdwenen. En een van die vele autoproducenten die werd geleid, ook in technisch opzicht en in zakelijk opzicht, door een zekere Henry Ford. Met de eeuwwisseling was hij al een man van achter in de 30. Dus die was al, die kwam van het platteland. En hij was een knutselaar. Dus hij had al een heel leuk autootje in elkaar geknutseld. Er bestaat ook een leuk fotootje van, zoekt u het even op, een heel leuk fotootje van waar hij geloof ik met zijn vrouw in dat knutselwagentje zit. Wat niet veel voorstellen. Hij had ook al een paar auto's gebouwd die ook wel verkoopbaar waren. Maar had een groot ideaal. En dat was building a car for the multitudes. Dat wil zeggen, die auto heeft natuurlijk weinig zin als je hem dus. En dat was wel een beetje het lot van de auto tot op dat moment. Dat het eigenlijk natuurlijk vooral speelgoed voor rijke mensen was. He, zoals nu nog. Dure auto's zijn speelgoed voor rijke mensen. Vooral voor rijke mannen. En dan nog vooral voor mannen met een ontwikkelingsstoornis. Die ja, ongelukkigerwijs niet in slagen om de puberteit te passeren. Wat overigens bij mannen, zoals je weet, enorm veel voorkomt. Dat is echt een. Maar je leest er weinig over, maar dat is toch wel een vrij ernstige zaak, wel beschouwd, historisch gezien ook. Nee, de auto wordt natuurlijk pas interessant als je dat ding aan iedereen kwijt kan. Als iedereen in zo'n autootje kan rijden in plaats van alleen, weet ik veel, de top 2% van de bevolking, dat is niet zo bijster interessant al met al. Dat is een beetje net als met particuliere vliegtuigen. Je hebt mensen die hebben een eigen vliegtuig, maar je moet er niet aan denken dat we allemaal een eigen vliegtuig zouden moeten hebben natuurlijk. Dat zou ook lastig te organiseren zijn in het luchtruim. En dat zou niet meer een luchtruim zijn, maar het luchtruim zou daar niet ruim genoeg voor zijn, laten we het zo dan formuleren. Ja, dus zijn ideaal was, ik wil een auto bouwen die iedereen kan kopen. Dus die kan niet te duur zijn, maar het moet wel een solide wagentje zijn. Want als het meteen uit elkaar valt, is ook niks gedaan. En daarbij dacht hij toch in het bijzonder, hij was afkomstig van het Amerikaanse platteland, aan de boerenstand. Het moest een auto zijn waar de boerenstand ook iets aan had. Die bijvoorbeeld ook geschikt was voor een waardeloos wegdek en zo. Dus ook een beetje bewegelijk in de wielophanging, dat soort van dingen. En hij dacht ook, dan bevrijd ik de boerenstand uit zijn isolement. Want met zo'n autootje kun je van de boerderij naar de stad rijden. Als die afstand natuurlijk zeg 15 kilometer is, dan is dat als je alleen maar lopen kan of alleen maar met paard en wagen kan. Reken maar even uit, je moet al verdomd hard lopen en dan ben je nog 2 of 3 uur bezig om die afstand te overbruggen. Je moet zo mobiel als wij tegenwoordig zijn, dat is echt historisch gezien, wereldhistorisch gezien, dat is een uniek fenomeen. Hè? Als jij dadelijk tegen mij zegt, ja, ik ga dit weekend naar Barcelona, dan zeg ik, naar Barcelona? Hoe ga je dat doen? Barcelona, dat is misschien wel 2000 kilo. Nou, nee, helemaal niet. Ik weet precies hoe je dat doet.
Je gaat naar Schiphol, dan ga je in zo'n klote vliegtuig zitten, niet waar, waar je benen afgeperst worden. En dan vlieg je voor 46 euro vlieg je naar Barcelona. Dus dat is niet indrukwekkend. Met de auto, dat begint al, dat is niet erg rationeel eigenlijk. Hè? Een heel eind rijden Barcelona. Maar goed, ja, dat was zijn ideaal. En tenslotte besluit hij zijn ideaal te realiseren. En hij geeft opdracht. Dit is niet zijn eigen interessante pruts- en knutselwerk. Hij geeft opdracht gewoon aan een aantal geschoolde ingenieurs, engineers, om een dergelijk voertuig te ontwerpen en een prototype te vervaardigen. En dat wordt de T-Ford. En de eerste T-Ford is van 1908. Dat is een cruciaal jaar in de geschiedenis van de automobiel. Want in 2000, zie je, nou ben ik langzamerhand gewend aan een nieuwe eeuw. In 1908 wordt ook General Motors opgericht. En General Motors zou eigenlijk de bedenker zijn van weer een heel ander concept van autofabrikage. Daar zullen we het zo ook over hebben. Maar General Motors was ook veel meer een agglomeraat van verschillende merken. En die eigenlijk zo waren gemaakt dat voor ieder wat wils. He, want je weet, de goedkoopste General Motors auto's, dat was Chevrolet. Dat was een beetje voor de gewone man. En dan had je, daarna kwam de Oldsmobile en net iets deftiger. En dan kwam de Pontiac nog iets deftiger. En dan kwam de Buick nog iets deftiger. En tenslotte niet waar, de pinakel van het systeem, dat was de Cadillac. Ja, tenslotte niet waar, bleek natuurlijk dat Duitse auto's zoveel beter waren dan Amerikaanse auto's, dat echte rijke mensen in Amerika wel uitkeken om een Cadillac te kopen. Je kocht een Mercedes-Benz. Maar voor de auto was de paard met wagen de enige manier waarop mensen zich konden, althans dat was wat er dichtst. Ja, volgens mij was voordat de auto er was, had je natuurlijk wel de trein. En die reed al verdomd hard natuurlijk. He, daar zijn die bekend, ik weet niet of dat waar is, maar het is een typisch broodje aap verhaal. Dat die trein die het liep tussen Londen en Glasgow, dat die harder reed dan de trein die het tegenwoordig rijdt. He, ik denk dat die stoomlocomotieven op dat traject, nou, toch zeker ver over de 100 km per uur reden, dat denk ik wel. Dus dat was de snelste vorm van transport. Voordat we de stoomtrein hadden, grote god, er komt weer zo'n Volvo-kasteel voorbij. He? Je bent altijd verbijsterd dat er geen kantelen op zitten. Ja. En zo'n torentje, een uitkijktorentje. Ik denk dat dit wel een auto is voor jou waar je lekker hoog kunt instappen. Ja, ik moet zeggen, ja, een hoge instap begin ik wel. Het is duidelijk ook dat degene die deze Volvo, deze mega Volvo probeert te parkeren, als ze niet oppast, gewoon de tuin van de buurman binnenrijdt. Ja. Ik gok dat ze zo weer wegrijden en ergens anders gaan parkeren. Ik ben bang dat ze dadelijk tegen ons aanbonkt en dat wij het slachtoffer worden van een auto-ongeluk bij stilstand. Dit is de grootste Volvo die er is dit. Ja, XC90. Dit is een mal ding. Het is een XC90. Volvo zou zich moeten schamen dat ze zo'n idioot ding gemaakt hebben. Maar goed. Ik vind het ook nog grappig. Je hebt de XC60. Die ziet op zich ook nog wel aardig uit. Je hebt ook een XC40. Die worden zijn scheet verkocht. Ja, maar die ziet er dan net. Dit is de mini-variant. Net of die in de was is gegaan. En te heet is gewassen. Dus nou, die XC90 zou ze zeker 3 keer achter elkaar te heet moeten wassen. Want dat is echt een idioot ding. Nu staat ze halverwege op de stoep. Heeft ze zelf natuurlijk achter het stuur niet in de gaten. Je weet ook dat het een zij is. Ja. Heb je dat gezien? Ja, dat heb ik gezien. Ja, je ziet, ik ben heel opmerkzaam. In het voorbijgaan ben ik heel opmerkzaam. Ik merk het, ja. Maar ik denk dat wel dat zij van die parkeerding heeft. Dus dat hoop ik nu ze naar achter rijdt. Nee, ze is echt van plan van jou een deukje te binnen. Je begrijpt, als die ding tegen je aanrijdt, dan valt die Audi gewoon in 1000 stukken uit elkaar. Dat is niet best. Nee. Maar ja, goed, je bent goed verzekerd, neem ik aan. Ja. Ze heeft hem er toch in gekregen. Het is een beetje schots en scheef, maar alleen. Ik zal het nummer niet doorgeven. Ja, ik vind dat ding belachelijk. Net als die. Je hebt toch ook zo'n Audi Q7? Ja, die is ook zo groot. Ja. Dus mocht jij nou in goede doen raken door al die podcasten en zo. Ja. En je zegt van, nou, die Audi, wat is het? Het is een A3, toch? Ja. Die is met de klein, ik ga een Q7 kopen, dan doe ik het niet meer in de Audi. Dat vind ik zo'n idioot ding. Nee, dan kun je wel de deur openen, kun je laten vallen en dan lig je al op de bank. Oh, ik ben niet van plan de podcast voortaan liggend te gaan inspreken. Nee. Dat is ook nog helemaal niet te bedoelen. Goed, dan gaan we even met die T-Ford, want dit,
Ja, je begrijpt, dit is een lang verhaal, ook voor de luisteraars moet ik erop wijzen. Maar een cliffhanger inbouwen. Dat eigenlijk de hoofdonderwerpen van dit hele verhaal zijn alle auto's voor een miljoenenpubliek. Dat is, eerst gaan we heel uitgebreid T-Ford behandelen, allerleukste, alleraardigste auto. Misschien, ik heb zelf een heel leuk modelletje van de T-Ford, 1 op 18. Misschien moet ik dat meebrengen om even te laten zien hoe... Dat vind ik wel leuk, ja. De simpele aspecten van, dat cameraatje kan ik... Bovendien is dat een rode T-Ford. Mogen de luisteraars vast even over nadenken, want die geloven in de mythologie dat die alleen in zwart werd geleverd. Nee, dat is niet zo. Dat is een misvatting. Maar goed, de T-Ford. Dus er was een ontwerp gemaakt. En dat was in die tijd, dus we hebben het over 1908, was dat een tip-top ontwerp. Moderne materialen, er zat een mooi motortje in, een viercilinder, 2,9 liter, ik geloof 20 pk. Er waren moderne materialen gebruikt, of zei ik dat al, vanadium. Het was een heel solide wagentje, daar had Ford speciaal op toegezien. En hij heeft hij besloot toen alle andere types die hij produceerde, daar stopte hij mee. Hij wou alleen nog maar die T-Ford bouwen. En heeft daarvoor een reusachtige fabriek gebouwd. Niet persoonlijk, die is ontworpen door meneer Kahn. K-A-H-N. Die heeft overigens een enorme hoeveelheid fabrieksgebouwen in Amerika gezet. Maar het was een bijzondere architect van fabrieksgebouwen. Want die Highland Park Factory, tegenwoordig althans een deel daarvan, is een nationaal monument geworden, was toen een van de grootste productiebedrijven ter wereld. We zullen zien, het kon nog groter. En aanvankelijk wordt de T-Ford niet aan de lopende band gebouwd. Ze hadden al moeite om met enkele 10.000 exemplaren per jaar te bouwen. Maar ze waren al wel van plan om de T-Ford aan de lopende band te gaan bouwen. Maar dat moet je heel goed organiseren. En je moest natuurlijk onderzoeken hoe je in principe iets aan een lopende band moet maken. Hè? Hoe lang het duurt voordat je een schroefje in hebt. Nou, je kunt je wel voorstellen. En een deel van het productieproces van het T-Ford was al sterk gerationaliseerd. Er waren een soort van productie-eilanden en zo, maar de lopende band was er nog niet. En Ford had ook zijn ingenieurs uitgezonden naar daar plekken waar al iets aan de lopende band werd gedaan. En als je daar even over nadenkt, weet je zo'n beetje wat dat zou moeten wezen. Namelijk bottelarijen. Hè? Heb je, als je ooit een opname hebt gezien van een grote bierbrouwerij en je hebt die flesjes voorbij zien komen op zo'n band, op zo'n lopende band, dan denk je, en gevuld zien worden, dat is een fabuleus proces. Je kunt ze hardlopend nauwelijks bijhouden, dat is ongelooflijk werk. Waar je ook denkt van, wie gaat er nou wat opdrinken? Nou, dat blijkt altijd ruim voldoende belangstelling voor te zijn. En slachterijen. Want een slachterij is natuurlijk ook een proces aan de lopende band. Alleen precies het omgekeerde van een autoproductielijn. Want het varken komt binnen, vermoord en wel, en wordt vervolgens stap voor stap aan een bewegende band uit elkaar gehaald. Waarbij elke werknemer in die slachterij doet iets. Eén doet de oortjes, de ander doet de hoefjes, weer een ander haalt er binnen de kant eruit. Nou ja, kortom, tenslotte blijft er niks over. Ik geloof dat ze alles gebruiken. Ten slotte wordt het skelet ook vermalen tot, weet ik, het been naar beelden of wat ze er precies mee doen. Ja, vroeger werden... Nee, misschien moet ik dit niet vertellen. Ja, mijn tante had een hond en die was een, een Dalmatine. En altijd als die bij ons logeerde tijdelijk, dan... Hij kwam de voordeur binnen en in één rechte lijn liep hij naar de kinderbijbel. Want die was volgens onze theorieën ingelijmd met beendermeel, waardoor die dat rook. En hij heeft die hele kinderbijbel heeft hij opgegeten in de loop der jaren. Ja, echt, elke keer nam hij weer een extra hapje eruit. Volgens zo, eerst denk je natuurlijk wat een eigenaardig dier, hè, dat hij de boodschap van de Heer op zo hoge prijs stelt, dat hij er altijd kennis van wil nemen, maar dat was het niet. Het was het de beenderlijm van de kinderbijbel. Hoe je erop komt. Ja, die hond heette overigens Tiberius. Mijn tante gaf al haar Dalmatines, ze heeft er een heleboel gehad, de namen van de Flavische keizers. Dus je had Nero, Tiberius, Poppea als het een vrouwtje was. Kijk, ziet het ene kasteel na het andere komt voorbij rijden. Dit is weer zo'n achterlijke BMW.
Grappig dat jij in die straat woont waar al die auto's voorbij rijden. Ja, dat is ongelooflijk dat ik hier woon. Ja, ik zet mijn auto hier overigens nooit neer. Want onder al die, als je hem onder die boompjes hier zet, dan wordt hij dus volgepoept door de kouwen of door de duiven. Ja. Nou, krijg dat er maar eens af. Maar wat zijn dat voor mensen die hier in jouw straat wonen? Wat doen die allemaal? Allemaal keurige Nederlandse burgers. Wat ze precies doen, dat zou ik je niet durven zeggen. Maar je zit toch in dat appje, of die appgroep met al die... Ja, maar die gaat altijd over de poes die weggelopen is. En dat onze straatparty niet doorgaat en dat soort dingen. Ja, die poes die, weet je nog, die hier naar binnen wou klimmen. Ja, tenslotte is die ergens naar binnen geklommen en daar ging de persoon ging met vakantie. Dus hij kon niet meer weg. Ja. Gelukkig zat hij achter een van de ramen te koekeloeren, zodat hij daar ontdekt is. Ja, het is intelligent. Dat heb je allemaal me verteld hier in de podcast. Oh, dat heb ik al verteld, ja. Sorry. Nou, haal dat er maar uit. Dus ja, er worden voorbereidingen getroffen voor lopende bandwerk. En tenslotte begint de lopende band te draaien. Het heeft spectaculaire effecten. Waren er eerst 12,5 manuur nodig om een auto in elkaar te zetten. Nu zijn het nog 1,5 uur. En je begrijpt dat natuurlijk ook de gemiddelde prijs aanzienlijk, hè, dat was simpelweg minder concrete arbeid noodzakelijk, of in ieder geval op een totaal andere manier. En dan, dat is dus 1913, dus de luisteraars moeten vooral onthouden 1908, het ontwerp van de T-Ford, met de specifieke bedoeling om een auto te bouwen die voor iedereen geschikt zou zijn, die iedereen zou kunnen kopen. Je zult ook zien, dat is ook het resultaat geweest. En dan die auto, die wordt vervolgens in 1913 voor het eerst aan de lopende band gebouwd. En die combinatie van die twee dingen, dat is de belangrijkste ontwikkeling in de autogeschiedenis ooit. Oké, dat je een zelfbewegend toestel kon maken, dat wisten ze eigenlijk al de hele 19e eeuw. Denk aan treinen, stoommachines, die prachtige stoomlocomotieven, die waren er allemaal al. Maar dit is het moment waarop de auto een artikel wordt wat toegankelijk is voor iedereen. Ja, want de T-Ford werd tenslotte aanvankelijk kostte die, ik weet niet, zeg eens wat, $400 of zo. En hij wordt in hoog tempo, wordt die T-Ford wordt goedkoper als gevolg van de rationalisering van het productieproces. Ja, dus wat ik al zei, het eerste jaar van de T-Ford worden er geloof ik nog geen 40.000 geproduceerd. 3 jaar later, als die band begint te lopen, is het nog iets meer dus. Even kijken, 1908, 1913. Als die band begint te lopen, worden er 100.000 per jaar geproduceerd van die T-Ford. Het is een fantastisch succes. Het is zo groot dat Ford ook na enige jaren al begint met een nog veel groter fabriekscomplex bij River Rouge. Waar tenslotte zo'n 100.000 mensen komen te werken. Maar eerst moet geconstateerd worden dat de T-Ford zo'n groot succes was dat hij op allerlei plekken werd geassembleerd. Ja, want je kunt alle onderdelen naar een specifieke plek brengen en dan kun je hem daar in elkaar laten zetten. Dat gebeurde ook. Ook in Europa waren verschillende locaties waarin T-Fords werden geproduceerd. Geassembleerd moet ik zeggen. Want de onderdelen kwamen natuurlijk uit die Highland Park Factory, omdat Ford altijd een liefhebber is geweest van een geïntegreerd productieproces, waarbij uiteindelijk alles door hemzelf werd gemaakt. Hij had ook een glasfabriek, zal ik maar zeggen. Tegenwoordig is dat helemaal niet meer de bedoeling. Als je even naar een auto kijkt, soms kun je zien, staat er een stempeltje op de ruit dat het glas is afkomstig van een of andere prominente glasfabriek. Speciaal geleverd voor Fiat, Mini, nou ja. Want je hebt dan nu de suggestie gewekt dat die het ene blikken kasteel na het andere door de straat rijdt, maar voor ons rijdt gewoon, staat gewoon een Mini. En daar links van ons staat een heel bescheiden Volvo. Dat zijn allemaal toch wel dure auto's. Mini is niet een goedkope auto. Nee, dat is gewoon een oplichtersautootje eigenlijk. Hè? Ja, dat mag ik niet zeggen. Dat is van die rare deur aan de achterkant. Het is altijd raar dat dat zo als een soort van lijkwagen klapt dat open. Ja, dit is een zogenaamde countryman. Dan weet je ook al dat dit een soort nep-Engelse indruk moet maken. Maar die is toch als we naar VDL gaan, daar hebben ze die toch een tijd gemaakt, of niet? Is dat deze? Zeker, zeker. Ik ga nog uitgebreide aandacht besteden aan de Engelse Mini, die oorspronkelijk dateert van 1959. En tenslotte, nietwaar, de enorme vondst van BMW om eigenlijk een totaal andere auto te bouwen. Deze auto die lijkt in alle opzichten geen moe op de Mini. Maar uit de verte heeft hij wel een beetje de indruk van. Dat heet retro design.
He, dus dat je een auto bouwt, gewoon een moderne auto, die uit de verte de indruk geeft. Je hebt ook bij de Volkswagen, heb je ook een, he, er is een, dus dat is gewoon een Golf, maar dan met een carrosserie die een beetje lijkt op de oude Kever. Ja, dat klopt, dat is overal, komt dat terug. Hè? Goed, maar we hebben nu, en dan kunnen we daarmee stoppen, dan kom je ruimschoots op tijd. We hebben nu de grootste revolutie die zich heeft voltrokken in de ontwerp en de bouw van auto's is nu al klaar. In 1913. De lopende band. Is de lopende band, wordt een specifiek eenvoudig ontworpen autootje, wat voor iedereen betaalbaar moet zijn. De T-Ford wordt gebouwd in enorme aantallen aan de lopende band. Ja. En dat leidt ook tot specifieke prijsverlagingen. Mm-hmm. Begin jaren 20 beheerste Ford in Amerika 60% van de markt. 60% van alle verkochte auto's waren T-Fords. Ja. Even, de lopende band is dus specifiek bedacht, ontworpen om die auto op grote schaal te kunnen produceren. Ja, dat is het hele idee. Ja. Oké, okay, dus zonder dat... Iedereen begreep dat als je dat ding... Als je iedere auto individueel moet monteren, stationair, dat een enorm bewerkelijk proces is. Ja. Terwijl als je dus een auto zit, zeker de T-Ford, relatief simpel in elkaar. Dus dat ging in een vrij hoog tempo. Hmm. Dus die lopende band die er zo laat op alle andere plekken is gebruikt. Ja, zei dat hij er tegenwoordig fundamenteel anders uitziet, omdat de arbeiders verdwenen zijn en vervangen door allerlei robots. Ja. In het bijzonder lasrobots, maar je hebt ook lijmrobots. Dat zijn robots voor van alles en nog wat. Ja. Er zijn maar een heel klein deel van de huidige autoproductie. Daar komen mensen aan te pas. Ik mag u ook, er zijn een tal van plekken, kunt u in Europa gaan kijken naar het productieproces van auto's. In Wolfsburg, wat ronduit het is een heel raar plaatsje, Wolfsburg. Maar u kunt daar in een heel redelijk hotel naast het station logeren. En dan gaat u vraagt zo'n rondleiding aan, die is gratis. En dat is een fabriek. Het is niet de meest efficiënte Volkswagen fabriek overigens. Hij is natuurlijk al relatief oud, we komen er nog over te spreken. Maar u kunt hem gaan bekijken, daar bouwen ze tegelijkertijd 3 of 4 verschillende types. Toen ik er was, bouwden ze een Seat. Wat natuurlijk ook een onderdeel is van het Volkswagen concern. Ja. Dan gaan we hier de volgende keer mee door. Ik vond nog wel een goede vraag die binnen was gekomen. Ik weet niet meer precies van wie die was. Maar die zei van ja, meneer Van Rossum, u heeft zoveel kritiek op Amerika. Waarom bent u dan daar een studie naar gaan doen? En heeft u zich daarin gespecialiseerd? Had u niet iets anders leukers kunnen uitkiezen? Nou, ik had toch getwijfeld iets aan. Ja, Luxemburg bijvoorbeeld. Een heel fijne specialisatie. Bovendien een betrekkelijk klein land. Dus je bent er al klaar. Dat scheelt. Komt iets minder op tv. Dat ook weer wel. Ja, waarom heb ik Amerika gekozen? Dat is eigenlijk een ja, zoals zoveel van dit soort van dingen. Dat is een stap voor stap verlopend proces. Ik was helemaal niet van plan om speciale aandacht aan de Verenigde Staten te schenken. Ik was in brede zin geïnteresseerd in de contemporaine geschiedenis. En toen kocht ik in 1964 kocht ik een boekje bij Kemink. Broeze Kemink bestond nog niet. Bij Kemink in de Domstraat. Een winkel waar nooit iemand kwam. En waar dat is wel erg fijn, in de tijd was dat erg fijn, ook de luizigarme student boeken op rekening kon kopen. Dat is uiteindelijk heel slecht afgelopen, maar goed, het kon. En daar kocht ik een boekje, The Making of the President 1960, van Theodore White. Over de strijd tussen Nixon en Kennedy. Nou, ik vond het een geweldig boek, echt. En het was een heroïsch verhaal. Achteraf weet ik dat het allemaal onzin is en Kennedy, de meest overschatte figuur van de afgelopen 100 jaar, bij wijze van spreken. Maar ik vond het geweldig. En ik raakte zodoende stap voor stap geïnteresseerd in het Amerikaanse presidentiële verkiezingscircus. Wat natuurlijk vast, als je dat vergelijkt met Nederland, althans in de jaren 60, was dat een enorm fascinerende zaak. En toen kwam natuurlijk 68, enorm opwindend jaar. Johnson abdiceerde. Robert Kennedy werd doodgeschoten, Martin Luther King werd doodgeschoten, 68 drama, de conventies waren drama, vechtpartijen, Chicago, nou, enzovoort enzovoort. En toen kwam er een nieuwe jonge hoogleraar, Herman von der Dunk, en zijn eerste werkcollege ging over de Koude Oorlog. Dan moet je weten, ik had al een werkcollege gevolgd over de Deventer stadsrekening in de late middeleeuwen. Dus je begrijpt, een weinig opwindend thema.
Ik weet nog, een van de grote problemen was hoe ver je met de geiten buiten de stad kon komen om ze 's avonds op tijd weer binnen te krijgen. Dat is een van de belangrijkste dingen die we dat jaar besproken hebben. Geiten kunnen al een heel eind lopen, heb ik begrepen. Wat was mijn tweede werkcollege? Ik had ook nog een werkcollege over Amerika gevolgd. En toen kwam die Koude Oorlog. Ik denk, nou, een fascinerend onderwerp. Hè. Dit is nou echt zo'n beetje waar ik naar op zoek ben geweest. En het was een ontzettend leuk werkcollege. Ik zal verder niet roddelen over de gang van zaken daar. Ik wil verder niemand kwetsen. Laat staan mijzelf in de hoogte steken. Mijn natuurlijke drang, zoals je weet. En goed. En toen, ja, van het een kwam het ander. Toen dacht ik, ik wil eigenlijk een scriptie schrijven over het begin van de Koude Oorlog. Hoe ligt de schuldvraag daar? Is het nou inderdaad zo, als we altijd beweren, dat allemaal de schuld van Rusland, Stalin enzovoort? Hadden daar Russen niet ook wel een zeker veiligheidsargument waarmee je iets van zou kunnen begrijpen? Hoe zat het met de Amerikanen? Nou, kortom. En daar ging mijn doctoraalscriptie over, wat uiteindelijk is uitgegroeid door een monsterachtig product. Ja, je hebt van die Hollywoodfilms die lopen volledig uit de hand en de volledige versie duurt 4,5 uur, zal ik maar zeggen. Dit was in dit geval ook wel zo, Van der Dunk schreef er ook bij. U schrijft geen handboek, maar goed, ik had er een goed cijfer voor en van het een kwam het ander. Zodoende was ik eigenlijk min of meer natuurlijk een Amerika-specialist geworden. Dus je moest natuurlijk een hoop materiaal daarvoor bij elkaar zien te krijgen. En toen ben ik eerst nog een jaar naar Mainz geweest. Ik heb er net zo boeiend over verteld. Verder was er weinig opwindends te doen in Mainz. En toen kwam er een post vrij op het instituut. En er was toen veel belangstelling natuurlijk in verband met de Vietnamese oorlog. Ook de studenten hadden veel belangstelling voor Amerika. En werd dus eigenlijk iemand gezocht die iets aan Amerika zou kunnen doen. Zo ben ik wetenschappelijk medewerker geworden. En hoe ben je toen op het vizier van de media gekomen, van die moeten we hebben? Ja, dat speelt natuurlijk veel later af. Dat was denk ik, ik was gepromoveerd, daar had ik eindeloos lang over gedaan. Ik mag, ja, nou te spreken van een lijdensweg is het wel erg. Maakt de zaken wel erg dramatisch, maar goed, ik had wat te lang over gedaan. En toen had iedereen gezegd, als je klaar bent met je promotie, dan moet je enorm voor uitkijken dat je niet in een zwart gat valt. Want dan ben je klaar, heb je 10 jaar gewerkt of zo, en dan weet je eigenlijk niet wat je moet. Dus ik dacht, weet je wat, ik schrijf een tweede boek, want wat bleek, de geschiedenis van de Verenigde Staten was het eindexamenonderwerp, de middelbare scholen. Wat ik helemaal niet wist, maar vertelde iemand mij, nou dat is handig, ik heb een heleboel. Ik had heel veel restmateriaal waar ik eigenlijk niks mee gedaan had. Je verzamelt een allerlei troep waar je denkt dat zou ook wel eens kunnen gebruiken, maar dat gebruik je dan niet. En ik dacht dat is goed bruikbaar, ik moet er nog wat bij lezen, dat heb ik ook gedaan. En ik heb dus eigenlijk in dat jaar, dus ik ben gepromoveerd in 83. En ik heb vervolgens een tweede boek geschreven in een soort van noodtempo. Want dat was in het najaar van 84 klaar, dat was het boek over de Verenigde Staten in de 20e eeuw. Zo is dat gelopen. En door dat boek, niet door mijn dissertatie, want dat kan ik je verzekeren, dat is een van de meest teleurstellende aspecten van de promovendus, dat zijn dissertatie in de wetenschappelijke tijdschriften besproken wordt tegen de tijd dat hij met pensioen gaat. Ik weet niet hoe lang het in mijn geval geduurd heeft, nou jaren in ieder geval, voordat het in een bijdrage aan een mededeling over het tijdschrift voor geschiedenis werd besproken. Maar Bart Tromp, jammer genoeg jeugdig overleden, maar een hele verstandige jongen, schreef een prachtige bespreking in Vrij Nederland van mijn dissertatie. Zeer lovend. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat hij in de hemel zit, Bart. Ik dank je nog steeds. Het was een heel fijn stuk. Waardoor ik dacht van, pa, wat ik had mezelf voorgenomen, wordt het slecht gerecenseerd, dan stop ik ermee. Ga ik iets totaal anders doen. Iets journalistiek of zoiets dergelijks. Maar goed, nu dacht ik, nou, ik kan eigenlijk wel voort. En door dat tweede boek, wat ik dus in 83, 84 heb geschreven, werd ik uitgenodigd door de NCRV, notabene, voor een middaguitzending, om commentaar te geven op het debat tussen Geraldine Ferraro en
Dat was de vicepresident, kandidaat van de oude Bush. En wie was de vicepresident? En niet Dukakis natuurlijk. Ik ben vergeten wie de tegenstander van Ferraro was. En dat heb ik toen in de studio. Was een middaguitzending in de studio. En nou ja, ik moet zeggen, ik vond het hoogst vermakelijk. Er waren twee van die tribunetjes met bejaarden. Die voor zover ik begreep met bussen werden aangevoerd. Ik kreeg een enorme bos bloemen waar ik absoluut geen raad mee wist. Want ik was in mijn algehele suffigheid en onbekendheid met de mores van Hilversum was ik met de trein gekomen. Dus ik moest met die enorme bos bloemen met de trein weer terug. Ja, je werd aangekeken in de trein van een gevaarlijke gek die een hele bloemisterij bij zich heeft. Dat was wel. Nou ja, het was mij goed bevallen. Toen, ja, in de jaren daarna werd ik af en toe gevraagd om commentaar te geven. Ja. Vooral in dat programma Het Kapitool heette dat. Dat is wat nu het zondagse programma is. Buitenhof. Ja, wat nu Buitenhof is. Ja. Dat was toen Het Kapitool. Dat was in een klein huisje op een buitengoed ergens ten noorden van Hilversum. Ja. Maar er was dus toen wel iemand die zei van die Van Rossum, die kan dat goed vertellen. Die vat het kort en krachtig samen, het duurt niet te lang, het is duidelijk. Ja, waarschijnlijk heeft dat wel gewerkt. Want en ja, vergeet niet dat vervolgens ben ik natuurlijk uit de anonimiteit gered door Saddam Hussein. Want ja, die begon die hartelijke oorlog tegen Kuwait. En je weet hoe dat gelopen is. En dat gaf ontzettend veel opwinding. En dat gaf bovendien, produceerde dat de zogenaamde gezamenlijkheid. Dat wil zeggen dat de omroepen hadden besloten dat ze allemaal tussen het nieuws van 8 uur en het nieuws van 10 uur gezamenlijk uitzendingen zouden verzorgen over die kwestie van de coalitievorming tegen Saddam Hussein. En nou ja, dus daar viel dus een ruim uur te vullen. Dat, je weet, dat valt niet mee om dat inhoudelijk behoorlijk te vullen. En dat is een van de grote voordelen van mijn manier van praten, dat ik niet zo veel moeite heb om relatief langdurige periodes te vullen met dingen die op het eerste gezicht toch een vrij verstandige indruk maken. Hè? Ja. Zo ging dat. Dus ze waren eigenlijk ook wel dankbaar dat ik altijd wel bereid was om maar 20 minuutjes vol te lullen. Ja. Ah. En ik vond, daar heb ik mijn roem aan te danken aan Saddam Hussein. Ik heb het vaak gezegd. Ik wou net zeggen, dit verhaal ken ik inderdaad, heb je verteld. Maar ik vond wel, wat nieuw voor mij was, dat wat je in dat boerderijprogramma gezegd, dat 9-11... En alles, waar hebben we het laatst nog over gehad, dat je dat als een hoogtepunt toch wel ziet? Nou, vooral omdat ik gelijk had natuurlijk. Dat besefte ik toen ook wel, dat ik opgeruimd, onmiddellijk ben opgeruimd door de NOS Actualiteit. Een topprogramma, topdenkers, mensen van immense strategische inzichten, zoals ook de diverse redacties van onze dagbladen ook getuigden in deze maanden van in feite totale hysterie en verwarring. Maar goed, ja, ik val omdat achteraf wel duidelijk is geworden dat ik niet alleen gelijk had ten aanzien van 9-11, maar ook bij het tweede drama wat zich dan voordoet, namelijk de Amerikaanse invasie van Irak in 2003, waar ik een fervente tegenstander van was, terwijl in Nederland werd dat gezien als een meesterlijke operatie, meesterlijk. Daar heb ik op tv ook nog over gediscussieerd en zo, maar ook daar dan ben ik uiteindelijk door het programma. Ja, toen, nu heb je 1 vandaag, dat heette toen 2 vandaag. En nog langer geleden heette 3 vandaag, maar dat enzovoort. En toen eigenlijk vrij duidelijk werd dat ik er niets in zag en heel kritisch was op dat punt, ook trouwens van mening was, dat je heel goed kon weten dat de Amerikanen gewoon de hele boel bij elkaar hadden gelogen, als je de boel maar even behoorlijk nazocht op het internet, werd ik niet meer uitgenodigd. Het hield gewoon op. En ja, je weet, ik geloof dat ik als eerder heb ik op basis van participerende observatie heb ik vastgesteld dat het geheugen van de media een half jaar duurt. Dus een half jaar denken ze van, oh, dat is die anti-Amerikaanse kracht, die moeten we niet hebben. Nee, we vragen iemand die absoluut zeker weet dat heel Irak volgestopt zit met massavernietigingswapens. En na een half jaar, ik geloof dat ik het wel eens verteld heb, werd je weer uitgenodigd. Ja, dat is toch gek hoe dat werkt. Ja, dat is waar. Maar wanneer heb je bedacht? De media zijn enorm modegevoelig. Ja. Hè? Maar wanneer dacht je, dit is mijn hoogtepunt? Was dat al meteen? Of ja, dat dacht ik vrij snel. Nou, vooral omdat ik natuurlijk, iedereen denkt altijd dat ik expres in de kont ga midden ben, maar dat is helemaal niet zo.
Ik zat daar en ik dacht, ze zijn gek geworden. Ja, ze zijn niet in staat om behoorlijk te analyseren wat er feitelijk gaande is. Ik vond het een enorme gebrek. En ik vond eerlijk gezegd dat mijn eigen bijdrage, nog helemaal afgezien van de vraag of het waar was, ja of nee, dat is nog helemaal. Maar dat het wel nuttig was dat tenminste één iemand zei dat het misschien wel iets anders was dan zij dachten dat het was. Ja. Dus ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Dat was ook een van de als dat allemaal natuurlijk niet gebeurd was, dan hadden we hier niet gezeten, dat is wel duidelijk. Want? Dan had ik geen podcast gemaakt, want niemand zou op het idee zijn gekomen om een podcast te maken met een bejaarde gepensioneerde wetenschappelijk medewerker natuurlijk. Ja, daar moet je niet te veel illusies over hebben. Nou ja, maar je wordt wel nog steeds gevraagd voor alle programma's. Van omdat ik natuurlijk ondertussen een lange, lange sleep van tv-ervaringen achter mij heb liggen. Ja. Hoe vond je het boerderijprogramma? Willen luisteraars ook nog weten? Hoe vond ik dat? Nou, ik moet zeggen dat ik de opname zelf nogal rommelig vond. Ze gingen bijvoorbeeld plotseling boodschappen doen. Emma en Raven gingen boodschappen doen. En godzijdank, op dat punt ben ik enorm achterdochtig. Ik heb altijd iets te lezen bij me, altijd. Ja, ik zag ook bij de talkshow, lag de krant naast je. Ja, omdat je voor, dat is ook zoiets geks bij tv. Je zit eindeloos te wachten. TV lijkt het meest op militaire dienst. Omdat je weet dat de Russen zijn ingekomen, dus je zit eindeloos te wachten. Dat is niet zo slecht georganiseerd als de taken van dienstplichtigen. Dat kan ik je verzekeren. Oh, jongen. Dus dan ga je lekker zitten lezen en dan kun je de tijd een beetje. Ja, dat je dus iets te lezen bij je hebt. En dan gaat de tijd ook twee keer zo snel. Dus ik neem altijd iets te lezen mee. Had ik ook gelukkig in de boerderij, had ik ook iets te lezen. Ja. Dus al die tijd dat ze dat een rolletje touw zijn gaan kopen, had ik iets te lezen. Ja. Nee, ik was natuurlijk. Kijk, dit is toch waarschijnlijk een soort programma wat je een reality noemt, hè? Reality TV. Ja. Soort van. Ja. Ja, ik heb ook natuurlijk wel dat gassen van dat groentetuintje moeten overleven. Dan kan ik je verzekeren. Dan zijn ze gauw dood daar. Maar goed, want dat wordt niks. Nou, er was toch wel één mevrouw die zei, had Maarten niet iets kunnen doen, had hij niet koffie kunnen zetten of had hij niet eventjes de wc kunnen poetsen? Helemaal niet. Helemaal niet. Ik had al die condities had ik ruim van tevoren gesteld aan de makers van het programma. Ja, ik wil wel komen, maar onder twee voorwaarden. A, ik steek geen poot uit. Ik ben 77, om nou gaan ze dan afwassen in een afbraakboerderijtje. Daar had ik nog helemaal geen zin in. En B, dat ik helemaal geen zin had om daar te blijven slapen natuurlijk. Ander bed, raar kamertje, je kent. Je weet niet waar je tanden moet poetsen. Dus nee, dat zag ik helemaal niet zitten. En dat vonden ze goed? Ze gingen onmiddellijk akkoord. Ja, oké. Okay. Dus ik heb mijn keurig aan de voorwaarden gehouden en zij ook. Ze hebben nog wel even af en toe van, wil je niet even? Nee, dat wil ik dus niet, nee. Dus ik vond het nogal rommelig. Dat ging, ik arriveerde om pak een beetje 1 uur 's middags, ging om 2 uur 's nachts weg. Ja, dat is een hele lange tijd voor opnames. Waar is dat? Waar was dat dingetje? Het is een boerderijtje wat op het afbraakprogramma staat en wat aan de rand ligt van een enorme nieuwbouwwijk van Apeldoorn, een Vinex locatie. En waar op grote schaal nieuwe en volgens mij vrij prijzige huizen gebouwd worden. Ja. Maar dit was nog niet afgebroken, dus daar kon je. Nou, is ook best een eindje rijden voor mensen uit Hilversum en Amsterdam. Kon er eens lolles doen. Ja, ja. Maar het was wel even kijken wat zei iemand nog. Ja, van wat de vogelverschrikker hebben ze gemaakt. Maar het was meer een leuk programma maken dan dat het echt ging over. Want wat wilden zij zelfvoorzienend worden? En dat ik heb helemaal geen vogels gezien die verschrokken moesten worden. Dus. Nee. Maar je hebt wel gezien wat ze gemaakt hadden van je, toch? Ja, dat heb ik wel gezien, ja. En wat vond je daarvan? Ja, ik vond het prima. Ik had er verder geen enkel bezwaar tegen. Nee. Ik vind vogels verschrikkelijk. Hele nuttige figuren, toch? Ja, ik vond het heel leuk om te kijken. Ja, wat een leuk programma om te zien. Ja, het ging nergens over, maar het was wel vermakelijk. Ja, wat moet tv primair zijn? Vermakelijk, ja, natuurlijk. Ja, precies. En ik vond die twee dames ook wel leuk. Die hadden er wel zin in. Zeker. Ik heb heel gezellig zitten praten. Ja. Met beide dames, waarvan natuurlijk ook maar een fractie overblijft in zo'n gemonteerd programma. Ja, maar het zijn wel twee. En ze misten je ook toen je weg was. Je weet, als ik weg ben, dan word ik gemist. Nee, dat wil ik dus niet, nee.